Mijn naam is Vincent Davis, ik ben Trendwatch en ik ben hier bij BioDirect. Dat wordt geleid door de twee broertjes Graaf en die zijn Tesla-freaks. Ze hebben allebei een Tesla, maar vooral Ernst Graaf is audiofiel. En die vindt de audio van Tesla niet goed genoeg, dus daar heeft hij wat aan gedaan. Mijn rode en zwarte Tesla naast, die staan broederlijk naast elkaar. Mijn rode Tesla en zijn zwarte staan broederlijk naast elkaar. En Ernst is heel bijzonder, want hij heeft al twee Tesla's versleten. Ik zie trouwens dat zijn Tesla donkerblauw is. Ernst, waarom is dit al je tweede Tesla? Nou, ik had er één en daar was ik heel blij mee. Totdat de autopilot ten tonele kwam. Ja. En toen vond ik dat ik eigenlijk gelijk een nieuwe moest hebben. Ja, dus heb je meteen opgeruimd. En je bent niet tevreden over het geluid? Nou, ik vond het is een mooie, het zit mooi geluid in de Tesla. Ja. Standaard. Heb je niet het mooie audio apparaat, weet je wel, die high-end feature genomen? Uiteraard, want ik hou van mooi geluid. Ja. Alleen, ik miste toch iets, gewoon een diepte in bas, in sterkte. En toen ben ik gaan zoeken. Ja. En wat heb je toegevonden? Nou, laten we even gaan luisteren wat jij in je auto hebt. Dan gaan we even daarin zitten en even vergelijken met mijne, die er gewoon een standaard audio heeft. Met hem, die echt gewoon het allerhoogste heeft. Nou, laat ik eens even luisteren. Laat me horen. Ja, nee, dat is inderdaad echt gewoon van, dit klinkt inderdaad echt een stuk beter. Ja. En wat is dit? Ik zie hier iets liggen zo, wat is dat? Dit is echt het kloppende hart van de Light Harmonic set. Dit is een 1200 watt continu versterker. Mm-hmm. Het is een volledig digitale versterker. En het mooie van deze versterker is, hij is twee keer zo krachtig als die van Tesla. Mm-hmm. Dus die oude van Tesla wordt eruit gehaald, ja, en deze gaat erin? Past precies op hetzelfde plekje. Aha. Hij verbruikt de helft minder stroom. Dat is, in een Tesla is dat uiteraard ook belangrijk. Oké. Okay. Want hij is gewoon twee keer zo efficiënt als de versterker van Tesla. Ja, dus hij heeft twee keer zoveel watts en de helft van de power. Ja. Ja, dus dat is belangrijk. Gewoon ook vanwege je garantie. Dat je geen, niet met een lege 12 volt zakje komt staan onderweg. Oké. Okay. Want die mensen herkennen we ook natuurlijk. En wat doen we nog meer? Nou, dus dat is het hart, zeg maar. Daar begint het bij. Goede basis. Verder worden de speakers in de deuren vervangen. Nou, die zijn van Tesla, worden ze gemaakt in Duitsland, of althans in China, maar ze zijn ontworpen. Ja. Nou, deze magneet is net iets groter dan een 2 euro munt. Mm-hmm. En daar komt zoiets voor in de plaats. Okay. En het weegt ongeveer drie keer zo zwaar. Dit is... Deze is... Oh, wauw. Deze is inderdaad heel zwaar. En dit is en die van Tesla, oh, dat is gewoon een friemeltje. Ja, ja. Oké. Okay. Dus deze, dat zijn serieuze speakers. Ja. En dit is het high-end model van Tesla. Dit is het high-end model van Tesla. Ja. Dus... Maar ik zou zeggen, als je Ferrari koopt met een high-end uitbreiding, krijg je ook dit soort kwaliteit. Oké. Okay. Dus Tesla is net zo goed als Ferrari en eigenlijk niet goed genoeg. En Mercedes en BMW. Ze maken dat allemaal bij één fabrikant die onder 20 verschillende merken uitlevert. Oké. Okay. Goed, dus de nieuwe luidsprekers worden erin gezet. En dan heb ik dus een nieuwe versterker en nieuwe luidsprekers. En achterin nog een nieuwe subwoofer. Oké. Okay. En dan klinkt het dus inderdaad echt gewoon fantastisch. Oké. Okay. Ja. Waar kan ik dat nou kopen als ik dat zou willen en wat kost me dat? Nou, je koopt in Europa bij rainbowroad.eu. Rainbowroad.eu. En wie zit daarachter? Ik zei dat gek. Oké, okay, ja, nou, Ernst is dus al de kampioen om producten te vinden en overal ter wereld te importeren. Daarom heeft hij ook BioDirect gedaan. Hij is daar de hoofdinkoper, hè, of logistical man in ieder geval. Maar hij is oprichter. En daar, hoeveel miljoen doen jullie daar? Dit jaar verwachten wij richting 50 miljoen te gaan. Ja, 50 miljoen. Maar dit is jouw hobby. Is je hebt nu hobby. Jouw eigen distributeur voor high-end audio voor Tesla. Ja. En wat kost zo'n setje van luidsprekers en dingen? 1800 euro ex-BTW. En er komen nog 400 euro installatiekosten bij. Oké, okay, dus voor 2500 inclusief BTW. Ben je helemaal klaar. En kun je het ook zelf doen? Is het makkelijk? Het is te doen. Er staan filmpjes op YouTube voor hoe het werkt. Mm-hmm. We hebben gewoon een hele goede professionele installateur die aan huis komt door heel Nederland. Oké. Okay. Dus het kost je echt maar dan 1800, dus 2000 euro of 2500 als je het helemaal wil inbouwen. Ja. Echt voor de echte, complete, debiele audiofiel is dat natuurlijk gewoon. Hè? Dat zijn die kleine dingen. En dan heb je je Tesla helemaal high-end opgericht. Ja. Want, en voor mij, ik ben degene die, ik heb zo'n standaard setje. Ja. En kan ik dan niet gewoon mijn standaard setje kopen en het dan gaan vervangen?
Daar wordt aan gewerkt door de fabrikant. Leitharmonic is de audiofabrikant in zit in Californië. Mm-hmm. Ontzettend leuke club die normaal gesproken apparatuur maakt vanaf $25,000 instap. audio converters, maar ja, dit is hun eigen hobby. Ze rijden zelf in een Tesla. En ja, ze vonden het geluid niet goed genoeg. Nou, net als ik. Okay. Alleen zij hebben gewoon de resource om er iets moois van te maken. En dat gaan ze nu ook voor de standaard doen. Kijk, nog even die twee websites. Dus één die van jou is... Rainbowroad.eu. Rainbowroad.eu. En de fabrikant zelf? Lightharmonic.com. Lightharmonic. En dat is op YouTube, zie je daar ook die filmpjes waar dat allemaal... En dan de reviews en dat soort zaken. Ja. Oké, dit was het. Als je dan gewoon een Tesla hebt... Dan en je wil gewoon die Ultimate ook in geluid. Dan weet je nu waar je naartoe moet. Dan is bij Ernst en bij Gaaf. En dan ga je gewoon echt de meest geweldige stereo installeren. Dit was even het verslag. Groetjes.